Nu dan het applaus terecht voor deze goede goal van Yvette Brog. Hij krijgt op zich best wel veel opmerkingen. Ook al weten mensen niet dat ik sporter ben. Van, oh, je hebt brede schouders. Dus ik denk dat je het wel aan mijn schouders kan zien dat ik handbal speel. Ik gebruik het meest mijn core, dus mijn buik en mijn rugspieren. Ik probeer sowieso extra oefeningen te doen. Omdat het op mijn positie voor het wegdraaien, zeg maar. Ik vang de bal, zeg maar, hoog. Dan neem ik positie en dan draai ik weg. En dat is eigenlijk, ja, gebruik je heel erg deze spieren mee. Nu ben ik off-season. Maar normaal zit ik altijd echt onder de blauwe plekken. Schammen, krassen. Ik heb hier had ik een operatie. Ik had mijn drie middenhandsbeentjes op meerdere plekken gebroken. Dus in het metaal zit er ook nog één. Maar op zich heb ik daar verder nu geen last van. Ik heb ook nog een litteken hier net onder mijn wenkbrauw. Dat komt door een kopstoot. Dat was ook in de wedstrijd. Overal bloed en dat was... Ik schrok er ook gewoon van, want ja, het is toch je gezicht. En ja, het is toch ook wel, ja, tenminste, ik vind het gewoon belangrijk dat ik er gewoon goed en verzorgd uitzie. En dan schrik je toch wel als je ziet en je hebt zo'n, zeg maar, een gat. Dan ik soms denk, oh, waar doe ik het allemaal voor? Handbal is natuurlijk een contactsport. Ja, die krassen en blauwe plekken, dat hoort ook wel een beetje bij handbal, vind ik. Kijk, je incasseert, maar je deelt natuurlijk ook uit.